Lies de Lodder, we zijn hier vandaag in Beveren. Jullie speelden met Beveren tegen Mariakerke. Was het een moeilijke match? Ja, het was redelijk onverwacht ook. Er waren vooraf een paar strubbelingen tussen de twee ploegen. Ging de match door? Niet. En uiteindelijk is het dan wel gespeeld. En ik denk dat we allebei de ploegen gebrand zetten op de overwinning. En vandaag is dat in ons voordeel uitgespeeld. We hebben voor elkaar gevochten als ploeg. Ja. En ik hoop oprecht dat we dat zo nog kunnen voortzetten voor de rest van het seizoen. Het gaat goed. We draaien mooie matchen. Dus dat is heel aangenaam. Ja, vandaag was er veel strijd op het veld, hè? Zeker en vast. Het was een bitsige wedstrijd. Hard tegen onzacht. Dus dat is ook voetbal, hè? Ja. En dan die vrije trap in de eerste helft. Wat denk je? Ik trap hem binnen. Ja, ik had het gevoel dat er vandaag niet veel kansen gingen komen. En de trainer geeft altijd enkele namen op voor de vrije trap. Degene die hem goed voelt, mag hem nemen. Ik voelde mij wel goed vandaag in de match. En ik dacht, ja, ik trap hem gewoon zo hard mogelijk. En hij zat binnen. Ja, en het is uiteindelijk de winnende goal ook, hè? Ja, dat is wel een enorm goed gevoel natuurlijk. Dat is, dat is tof. Hoe zie je het vervolg met Beveren? Want je hebt de recente derby tegen Bosdam gewonnen. En nu vandaag winnen jullie weer. Wat is de doelstelling? Goh, doelstellingen zijn er niet echt. Vorig jaar is Beveren gedegradeerd naar eerste provinciale. Dus we hebben een volledige nieuwe groep. Dus het doel was vooral een kern te bouwen. En ik denk dat we dat naar volgend seizoen zeker nog gaan verder zetten. Maar het is mooi als we in de top 5 kunnen spelen. Of eventueel zelfs hoger. Dus voorlopig zijn er nog geen doelstellingen. Maar naar de toekomst toe denk ik dat er zeker wel gedacht wordt aan promoveren. Oké, ik dank je. Proficiat met de goal en de overwinning. En succes voor het vervolg. Dank je wel.